Emmy komt zo meteen kijken naar de nieuwe kamer. Kaas, ja. Voor Eva. Oeh, oh, ik schrik heen. Het rook echt heel muf. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdagochtend, 8:10. En ik ben alleen thuis. En dat gebeurt niet heel vaak door de week. Emma die is de hele dag naar het kinderdagverblijf. Want dat komt omdat Daniel, normaal werkt hij op woensdag thuis. Zodat Emma hier gewoon kan slapen. En ik om tijdens Emma's slaapje naar mijn werk kan gaan. Maar nu moest Daniel ook de deur uit. Hij heeft een cursus. Dus zaten we met Emma's slaapje. Toen dacht ik, nou dan gaan we de... brengen we haar eerder op het kinderdagverblijf. Maar het is dan eigenlijk voor kindjes het beste als ze gewoon lekker die hele dag meegaan. Zodat ze niet halverwege de dag binnenvallen, meteen moeten gaan slapen. Dus ze is nu al met Daniel naar het kinderdagverblijf. En dat is chill, want ik moet nog even wat doen voor een samenwerking. Very excited. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gewoon, dat dit gebeurt, zeg maar. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar goed, die video hebben jullie vorige week al gezien. Over het intermittent fasten. En zoals ik al in die video zei, ik ben het nog steeds aan het doen. Ik ben nog steeds enthousiast. Dus ja, leuk. Daarna ga ik ook weer verder met het verven. Ik heb gisteren ook het een en het ander gedaan. En het is nu ook vooral heel veel bijwerken. Tape dat ik dan weghaal wat dan net niet mooi is geworden. Die cirkels moeten bijgewerkt worden. Nou, dat ga ik zo dadelijk doen. En ik moet een hele grote cirkel hier op mijn werkkamer ook nog schilderen. Dus ik ga jullie dat zo allemaal laten zien. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik heel even dit laten zien. Dit heb ik opgestuurd gekregen. En dit is het geheim voor een zuivere huid. Dat is echt iets voor mij. Als je me langer volgt, weet je dat mijn huid... wispelturig is. Ik denk dat ik dat kan zeggen, want nu bijvoorbeeld, nu is het voor mij doen echt rustig. Ik zal even mijn bril afzetten. Ik heb hier sinds een jaar misschien of zo, heb ik hier ook een beetje rode plekjes. Het zijn geen puistjes, maar echt rode vlekjes. En hier soms ook. Mijn kin zit altijd onder de dingetjes en soms heb ik ook nog op de rest van mijn gezicht puistjes of dingetjes of noem maar op. Wat ik zeg, op het moment is het echt heel goed. Misschien dat het ook komt door het intermittent fasting. Maar ik ben ook nu in mijn goede tijd, zeg maar. Oh ja, bijna niet meer. Ja, ik weet niet. Mijn hormonen hebben hier heel veel invloed op. Dus als ik ongesteld ben, is het echt op de top. Dan wordt het minder. Dan ben ik op mijn vruchtbare periode. Nou, dan is het allemaal geweldig. Mijn emoties, maar ook mijn huid. En dan word ik weer ongesteld. En dan gaat het allemaal weer de slechte kant op, zeg maar. Ja, dat is gewoon zo. En ik hoop dus dat het vasten daar ook bij helpt. Maar goed, dat heb ik ook allemaal in die vorige vlog verteld. En dat ga ik zeker over een maand nog een keer met jullie bespreken. Hoe dan mijn ervaringen zijn. Maar goed, ik heb dus dit opgestuurd gekregen. En dit is in 3 stappen. In 1 minuut, zegt ze dan, een zuivere huid. Goed, en in 1 minuut gaat het natuurlijk niet lukken. Maar als je vaker dit gebruikt, wel, hoop ik. Het is een testpakketje van het merk Louis Wildmer. Ik heb er dus nog nooit van gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit setje kost nog geen 10 euro. Dus dat vind ik ook wel, ja, een goede deal. Ik ben ook benieuwd hoe duur de full-size producten zijn. Dus dat ga ik ook nog even opzoeken. Het zijn dus 3 stappen. Je maakt het schoon. Je doet de toner op. En dan de dag- en nachtcreme. En vooral dit is wel een klein tubetje. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik hiermee ga doen. Want ik wil dat sowieso wel echt een aantal weken proberen. Zodat mijn huid eraan kan wennen. Dus ik gooi al mijn oude producten uit het raam. Nee, want mijn dag- en nachtcreme was toevallig was op. Dus ik ga nu beginnen met dit. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen voor mijn huid. Dus ik ga ermee beginnen. En over een tijdje zullen jullie... Ja, misschien zie je het meteen wel dat mijn huid gewoon perfect wordt. Maar ik ga jullie op de hoogte houden. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nu dus heel even werken voor die samenwerking. Nog even wat laatste dingetjes, puntjes op de i zetten. En dan ga ik verven en daar neem ik jullie in mee. Zo, ik ga werken. En dit hebben jullie nog niet gezien. Wel als je me op Instagram volgt, maar nog niet in een vlog. Ik heb de boog op Emma's kamer namelijk geverfd. Gisteren 2 lagen en dat is eigenlijk best prima. En hier komen dan die plankjes zo in het midden. Superleuk. Ik kijk er echt naar uit dat dit af is. Maar ik moet het nu een beetje bijwerken. Ik heb bijvoorbeeld wel eens geknoeid of het is niet helemaal strak. Leuk, dus ik ga even met een witte kwast aan de slag. Nou, dat is gedaan. Dan ga ik nu verder naar deze muur. Want ik heb hier geknoeid. En ja, hier zitten van die dingen die net niet mooi zijn. En ik ga ook de cirkel, zie je hem?
Die ga ik inkleuren. Spannend. En ik ga Emma uit bed halen. Zij slaapt met al het verven. Ik geef jullie van de week een update. Met al het verven. Hallo! Slaapt ze bij ons op de kamer? Emmy, slaap je boven? Bij papa en mama? Lekker, hè? Oeh! Kom! En dat is wel gezellig, hè, Emmy? Dat je bij ons slaapt. Hé, hey, heb je konijn Haas mee? Boom! Toch is wel gezellig, toch, hier slapen? Ah, ik heb geen luier hier. Oh nee. Ik heb hier geen luiers. Maar, wat ik wilde vertellen, maar de batterij was op, is dat Emma en ik vanmorgen naar de boer zijn geweest. Hier in de buurt hebben we eerst groenten bij de groenteboer wat gekocht en een sapje. En toen gingen we naar de kaasboer. Dat was heel erg leuk, heb ik ook wat foto's op Instagram van gedeeld. Maar dat was heel leuk, daar hebben we ook natuurlijk kaas gekocht. En een cadeautje. Voor wie was deze? Doekiet. Cadeautje. Voor wie was die? Was die voor papa? Voor Daniel hadden we een cadeautje gekocht. Gewoon meer omdat we... Het is een kaasschaaf. Deze die is dus kapot. Dus ik dacht, ik koop een nieuwe. En deze doen we heel erg vaak in de... Eigenlijk altijd in de vaatwasser, maar dat kan dus eigenlijk niet. En die ik heb gekocht nu wel. Dus... Ik ben benieuwd of Daniel het leuk vindt. Het leuk bij de kaasboer. Emma vond het ook heel leuk. Die heeft de koetjes geaaid. Toch? Koei. Wat zegt de koe? Emma? Wat zegt de koe? Moe. Ja! En ik ben ook heel benieuwd naar die kaas. Ik denk wel dat het veel lekkerder is dan kaas die we gewoon bij de Lidl kopen. Wat is dit? Kaas! Kaas, ja. Vind je lekker, hè? Kaasmonster ben jij. Oh, Asje. Hi. Nou, ik ben benieuwd. Lekker? Mmm. Oh, echt lekker. Oh, een beschuitje en dan met deze kaas. Oh. Volgens mij er iets van jong belegen. Ik heb er niet echt verstand van. Ik zei, doe maar iets wat ook kindvriendelijk is. Wat is dit? Lekker. Emma, geef je deze aan papa? Oh, ben benieuwd. Hey. Alsjeblieft, zei ze. Hoor je dit? Ja, dankjewel, Emmy. Daniel had al wel geraden wat het is. Maar we hebben het nog niet gezien, dus ja. Ben heel benieuwd. Toch een beetje een verrassing. Exact dezelfde kaas gewoon. Nee, die hadden ze wel exact dezelfde. Die wilde ik eerst doen. Toen zei die mevrouw, je moet deze nemen. Die kan wel in de vaatwasser. Oeh. Mooi toch? Oh. Ja, maar die pakt dan ook niet. Zeker. Oh, dat zou kunnen. Ik heb hem dus niet gezien. Want zij heeft hem gepakt en hij meteen ingepakt. Cool, hè? Dat kan je zo proberen met een nieuwe kaas. Ben je er blij mee? Ja, heel blij. Goed zo. Nou, ik ga ervoor. Een beschuitje. Met kaas. Kaas! Hoepie! Nou, die kaas is in één dag op, denk ik trouwens. Kaas voor ons, dat is Emmy. Ja, en mami en papi. Ik was een beetje chagrijnig, maar dat zal ik zo eventjes vertellen. Nu gaat Emma naar bed. Ja. Ga je zelf trap lopen, Emmy? Zo, zijn ze tweede overslaan.
Ja. Zo, hé. Hey. Emma, wie is dat? Konijn! Wie is dat? Konijn! Konijn! Emma is helemaal geobsedeerd door konijn. Schattig, hè? Want ze slaapt nu dus hier op zolder. Nee. We weten niet voor hoe lang nog eigenlijk. Moeten we nog wel even bedenken. Totdat we het niet meer leuk vinden. Nou, ja, want we vinden het stiekem wel gezellig. Nee. In de ochtend vooral. Dan wordt ze wakker en dan hebben we meteen een soort contact met haar. Komt ze even bij ons liggen en zo. Maar het is heel leuk als ze dus naar zolder lopen. Dan op de trap, dan roept ze heel hard, konijn! Want dan weet je dat konijn hier in de bed ligt. Hé, Emmy? Ja. Konijn. Konijn is jouw grote knuffelvriend, hè? Ja. 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 Ga je lekker slapen? Ja. Ja? En wat gaan we vanmiddag doen? Ja. Weet je het nog? Oh jee. Oh jee. Vanmiddag, daar heb ik nu al zin in, gaan we naar de kringloop. Daniel en ik samen hebben een afspraak gemaakt in kringloop Vianen. Daar hebben we, vorig jaar zijn we daar ook geweest. Toen waren we heel goed geslaagd, hè? Maar ik weet niet meer zo goed wat we allemaal hadden gekocht. Dat was hartstikke leuk. Ik ben heel erg goed geslaagd. Ik had sowieso die bordjes van Emmy, die gele en die blauwe. Nou ja, in ieder geval, dat was heel erg leuk. Ga je slapen? Waar is je... Slaapzak, beneden. Ja. Waar beneden? Maar... Ja, jij hebt haar luier gedaan. Maar we gaan dus naar kringloop Vianen met Daniel. En dit is ook wel leuk, die kringloop had, ik weet niet of ze dat nog steeds in, ook een hele grote, een soort technische ruimte. Met ook klusspullen die je dan, tweedehands klusspullen en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik wil ook, Daan, ik wil ook dingen inleveren. Die hier nu op mijn werkkamer staan. Dus je moet wel even mee... Twee zakken en ja. Een kussen. Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar eerst gaan we... Klussen. En Emma naar bed brengen natuurlijk. Oh, ga je lekker slapen, meisje? Slapen, zegt ze. Oh, ze is zo schattig. Ja. Ja. Nou, de achtergrond is een beetje saai, want als ik het niet doe, dan zie je me niet goed. Dus vandaar de donkere achtergrond. Ik heb lekker bananenpannenkoekjes met kwark en aardbeien. Heerlijk. Ik had vanmorgen voor Daniel en Emma gemaakt... En voor mezelf achtergehouden, zodat ik die nu lekker kan eten. Heerlijk. Daniel is aan het gaatjes in de muur aan het boren voor Emma's boekenplankjes. Heel leuk. Oh, het wordt nu echt... Komen we in de decoratieve fase, zeg maar. Dat het verven bijna klaar is. En dat we inderdaad... dingen op de muur kunnen hangen. En de details kunnen doen. En dat is mijn favoriete onderdeel. Vanmiddag gaan we dus naar de kringloop. Heel leuk. En nu is Daniel die plankjes aan het ophangen. Ik heb net wat muren weer bijgewerkt. Dus ik zal straks even een verf-update geven. Als jullie dat nog niet zat zijn. En dan is het verven bijna klaar. Nou, dit is de eerste update. De plankjes hangen. Superleuk. Dus die ga ik even indelen met de dingetjes die me leuk lijken. Het laagste plankje zijn boekjes waar Emma zelf mee mag spelen. Dus die hebben karton en die is al kapot. Dus dat maakt niet uit als het kapot gaat. Dit is gewoon een heel leuk tafereeltje. Deze heeft mijn moeder gemaakt. Dus die is wel heel leuk en speciaal. En dit is Emma's wiegenlied. Die zingen we voor het slapen gaan. Ik vind die altijd wel heel erg leuk. Dit is gewoon een te cute boek. En die ziet er ook heel mooi uit. Dan dat leuke spiegeltje. En Otje vind ik ook leuk. Die tekening vind ik altijd heel leuk. En dan de paddenstoelenlampjes. Leuk als we een boekje gaan lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan in het donker. En die heb ik laatst gekocht bij het kruidvat. Die vond ik wel heel leuk bij het geheel passen. Ik vind het echt leuk. Ik ben echt super blij mee. Ja, bedankt voor het ophangen. Ja? Het hele shot is wel verpest door de luiermer. Kijk hoe leuk. Hangt die recht? Nee. Waar is de waterpas? Waterpas als je niet in... Heb je het water al lang of heb je het water pas? Oh. Perfect! Kijk hoe leuk! Zullen we de kast ervoor schuiven?
Nog iets? Perfect. Nee, nog iets terug. Gaat ervoor staan met je pyjama. Oh. Perfect. Ik ga de bandjes halen. Wat is het? Ik ben zo blij. Kijk jongens. En waar moet deze? In de container? Nee, ik ben heel blij. Kijk, deze. Die hing vroeger bij mij in mijn kamer. Heel leuk. Die heeft mijn moeder gemaakt met mijn oma. Geborduurd. Kan je het zien? Nee, je kan het waarschijnlijk niet zien. Maar het zijn kaboutertjes. Dus dat past heel leuk in Emma's boskamer. Super cute. Tje. En hier hebben we de paddenstoelenlamp met deze konijntjes. Emma's lievelingsdier. Kun je dit even vasthouden tijdens het bloggen? En daar staat nog een paddenkoekplant met ook konijntjes. En die muur ook met een plantje. Zo leuk. Misschien wil ik wel meer plantjes ook in de kamer dan. Vind je dat goed? Meer plantjes in Emmy's kamer? Ja. Zo'n gezond ook. In de vensterbank of zo. Kun je even iets omhoog? Nou, wij gaan even verder. Ja, ik sta klaar. Zeg je even wat er gaat gebeuren? Oh, Emmy komt zo meteen kijken naar de nieuwe kamer. Emmy. We hebben nog niet opgeruimd. We willen wel laten zien hoe leuk het geworden is. Wauw. Vind je het mooi? Konijn. Ja, met konijn. Hier. Oh. En kijk hier. Oh, wauw. Vind je het leuk? Vind je het mooi? Konijn. Waar is konijn? Konijn. Ja. Boekie. Ja, Boekie. Kunnen we een boekje lezen? Dat is leuk. Stop je hem terug, Emmy, ook op het plankje? Kom maar, dan gaan we een boekje eten. Kan je dat? Kiki. Zet hem maar weer terug. Kijk dan nu zo. Wauw, voor de volgende keer. Leuk, Emmy. Ja. En ik. Heel erg leuk. Ze hadden super veel paasdingen. Ja, oh, en ik heb een couvertje gekocht. Ik ga het allemaal laten zien zo. En nu gaan we naar de McDonald's. Want ik ga iets uitproberen. En als het lekker is, dan heb je dat al gezien op mijn Instagram in een Reels. Dus dan weet je wat we hebben gedaan. En als het niet lekker is, zal ik het wel even filmen. Inmiddels zijn we thuis en was het heel lekker, dus je kan het op Instagram bekijken bij de McDonald's, wat ik vertelde. Goed, ik doe even een shoplog van wat we net hebben gekocht bij de Kringloop. Daniel had een schep gekocht, maar die is hij nu buiten aan het brengen met Emma. Ik heb deze vaas gekocht, die leek me leuk voor op mijn werkkamer. Hoe moet hij werken? Toe Daan. Deze op mijn werkkamer, hij heeft een beetje zo ribbels. En ik heb ook gedroogde gipskruid. Dus die wil ik er misschien in doen. Leek me wel heel leuk. Deze was 1 euro. Dan heb ik ook 4 van zulke piepschuime paaseitjes. Om te verven met Emma. Die waren 25 cent per stuk. Dan deze. En deze. Voor onze bolletjes. Hoe zeg je dat? We hebben witte druifjes. Die kunnen hier leuk in. Echt ja, leuk voor Pasen. Dan heb je altijd wel van die hyacinten of blauwe druifjes. Dus het kan elke paas weer tevoorschijn komen voor 75 cent per stuk. Dan, deze vond ik heel leuk. Daniel vond hem matig, maar dit vaasje voor 1 vaasje. Oh, ik schrik heen. voor 1,50. Dus ik dacht, hoe leuk is het om daar, nou ja, als voorbeeld 1 bloem in te doen. En het vind ik gewoon heel leuk staan bij onze kast. En in de, niet de vorige week, maar die daarvoor had ik ook een fruitschaal gekocht. In deze kleur.
leuk. Hé, ik mis nog iets. Ik had ook dingen voor in de... Nou, misschien kom ik het nog tegen. Dan hebben we deze grote bloempot. Die wilde Daniel graag. Hoe duur was die? Was die? Oh, hier. 1,50. Ik weet niet wat we erin gaan doen, maar... Nooit bloempotten genoeg. Dan vond ik ook deze heel mooi voor 50 cent. Voor op onze slaapkamer. Heel leuk. En dan de klapper van de avond. Deze blazer. Je gaat hem niet zien, maar ik ga de camera even schuiven. Uno momento. Kijk. Hoe leuk. En hij is een beetje breed. Dus ik denk dat ik even de schoudervullingen er bijvoorbeeld uithaal. Dat al scheelt. Ik vind hem heel leuk. Hij kan natuurlijk ook dicht. Maar ik vind dat vooral open heel leuk. Ik vond de kleur ook heel mooi. Dus hier ben ik blij mee. En deze was 1 euro. Dus dat is ook nog eens leuk. Die ga ik lekker wassen. En dan kan ik die binnenkort aan. Heel leuk. Dus we zijn wederom goed geslaagd. Altijd bij deze kringloop. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Ja, we gaan even kijken wat we gaan doen. Of we wilden even met z'n drieën een dutje doen. In de hoop dat Emma dat ook gaat doen. Maar die was in de auto een beetje in de ogen aan het wrijven. Maar... Of we gaan iets anders doen. Maar we gaan het even kijken. En wie weet nemen we jullie mee. Inmiddels is het etenstijd. Wij hebben vandaag... productief dagje gehad. We hebben al onze plantjes even nagekeken. En sommige voor pot. En zo'n... ja. Een wat voeding gegeven. Het lijkt een beetje op een tumtummetje. Die stop je dan in de grond. En dan geeft hij dus voeding af. Van Pokon is dat. Zodat ze weer wat extra voeding hebben. Dus hopelijk gaan onze planten het nu super goed doen. Dus dat is leuk. We zijn lekker aan het eten. Emma eet nog lekker een restje wat we nog van gisteren hadden. Met wat extra groentjes. En een naanbroodje, hè? Ja. Emma is een beetje moe. Ja. Ja. En wij gaan nu voor de tweede keer in ons leven. De vorige keer was dat met Valentijn toch? Dat is een maandje geleden ongeveer. Wij gaan zelf nu namelijk sushi maken. Maar we gaan lekker sushi maken. En we gaan iets doen met tonijn. We hebben weer een soort vega kipburger, wat we de vorige keer ook hadden gedaan. Ergens hebben we ook zalm. Daniel heeft van die shushu, hoe heet dat ook alweer? Die sticks? Shushu. Van die krabsticks gekocht. Nou, ik vind dat echt niet lekker. En Daniel heeft er dus één in zijn mond gestoken. Vond het ook niet lekker. Dus ik ben benieuwd wat we daarmee gaan doen. Vind jij het lekker, Emmy? Die. Wil je die? Ja, we kunnen het zo wel geven aan je. Kijken wat je ervan vindt. En we hebben ook nog avocado liggen. Nou, van alles hebben we liggen. Dus dat wordt een lekker maaltje. Kringloopblazer gewassen met een andere blazer. Nou, ik was je laten vertellen van mijn blazer, maar mijn SD-kaart was vol. Wat ik aan het vertellen was dat ik die kringloopblazer even in de was had gedaan met nog een blazer. Die ga je volgende week zien. Toen haalde ik hem eruit en toen rook ze opeens heel muf. Terwijl daarvoor had ik niet het idee dat een van de twee muf rook. Ik denk dat het de kringloopblazer was, maar dat weet ik niet. Toen dacht ik, dat is zuur, want het rook echt heel muf. Allebei. En toen heb ik even gegoogeld en wat je dus moet doen is het volgende. Of wat ze aanraden, dus dat heb ik nu net gedaan. Ik heb ze weer in de was gedaan, maar met azijn. Heel veel azijn. Ik dacht, doe gewoon lekker veel, want dan werkt het misschien goed. En dan ga ik zo even kijken en ruiken. En dan ga ik het met baking soda nog een keer doen. En dan zeggen ze dat je het zelfs nog een keer met gewoon wasmiddel kan wassen. Dus ik hoop dat het werkt. Laten we kijken en ruiken. Nog steeds muf. Ja, kan dat nou?
gaan voor de baking soda. Ik hoop dat het gaat helpen. Maar ik ga nu Emmy uit bed halen. Emmy. Emmy. Hey. 1, 2. Dat is leuk, hè? Aboem! We zijn heel wat uren verder. We hebben heerlijk gewandeld. En nu was ik onderweg naar zolder voor de blazers. Ik durf gewoon niet. Ik ben bang dat ze nog steeds stinken. Maar ik dacht, ik heb jullie helemaal niet de tussenstand van mijn werkkamer laten zien. Dit... Oh, hij lijkt niet helemaal rond zo. Dit is de ene muur. Ah, zo leuk. En dan komt daar dan nog een plank. Want ik wil mijn bureau een stukje kleiner. Kijk, nu is hij best groot. En er belandt zoveel troep op. Terwijl ik echt wel zo'n stuk minder kan. Maar dan wil ik dus dit kastje weg. Want anders dan pas ik er weer niet tussen. Ik wil wel een beetje bewegingsruimte hebben. Maar goed, dat komt dan nog. Dus die wat voor het korter. En dan wil ik die plank, wat er dus van afgezaagd wordt, daar hangen. Leek me wel leuk. En lekker recyclen natuurlijk. Of hoe zeg je dat? Ja, hoef ik niet iets nieuws te kopen. Want tweedehands kan je niet echt plankjes vinden. Had ik in ieder geval nog niet gevonden. Kijk hoe leuk dit ook is. Ja, dit vind ik heel leuk. Hier word ik echt blij van. En dit is de andere muur. Met de cirkel ook. De spiegel hangt nu aan de muur. En er staat daar een Monstera. Maar die Monstera wil ik nog even iets hoger. En ik wil er misschien nog wat dingetjes bij. Nog een plant of zo. Maar daar moet ik nog heel even naar kijken. Maar het wordt echt heel leuk. En Daniel heeft de rosetjes op de deurklink gezet. Dus dat maakt het ook helemaal af. Echt superleuk. En Emma's kamer hebben jullie natuurlijk al gezien. Gaan we nu toch maar naar boven. Moet een keer ervan komen. Nee, ja. Ik hoop dat het lukt. Dat het is gelukt en dat het dus niet meer stinkt nu. Duimen met me mee. Hallo. Het is wel minder. Nee, is het minder? Even kijken. Ik ga het even googlen. Ik kan verder dan azijn en baking soda en zuiveringszout, las ik nu, niet echt iets vinden. En ik wil hem ook niet echt hoog. Ik heb hem nu op 40 graden gewassen. Echt hoger lijkt me ook niet fijn. Ik ga het gewoon nog een keer doen met azijn. Ik heb schoonmaakazijn, maar ze zeiden, nu las ik witte azijn. Zit daar dan verschil in? Oh, en waarschijnlijk stromen nu de reacties vol met wat ik dus moet doen. Maar dat is letterlijk over een week pas. Dan heb ik er niks meer aan. Oké, ik ga nu met azijn nog een keer doen. En dan hang ik het buiten. Dat is ook een tip om het buiten te hangen. In de zon. Nou schijnt nu niet echt de zon, maar van de week geloof ik wel. Oh. Ik weet het ook niet. Wel heel veel azijn misschien. Zonde zeg, want dat ene kobertje stonk ook helemaal niet. Als ik ze... Nu stinken ze dus allebei. Super zonde. Nou ja. Let's hope for the best. Ik weet niet of je het kan zien, maar de blazers hangen buiten. Ze stonken nog steeds. Ik had op Instagram even gevraagd wat ik kon doen. Dus ik hang ze nu buiten. En anders heb ik nog wat troeven achter de hand. Maar ja, ik ga nu de vlog afsluiten. Dus volgende week ga je zien of het gelukt is. En ook wat ik allemaal heb gekocht op Vinted. Ik heb heel veel gekocht. Dat ga ik laten zien in een soort shoplog. Maar ik ga ook mijn kledingkast opruimen en dat op Vinted zetten. Waarschijnlijk als je nu de vlog kijkt, staat dat al op Vinted. Dus neem vooral een kijkje als je het leuk vindt. Dus dan gaan we lekker tweedehands kleding shoppen. Of in ieder geval, ik ga laten zien wat ik heb gekocht. Heel veel zin in. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!